zijn ten huize van Christian Bignot. Ik zeg ten huize, want vroeger zat hij in de Volderstraat. Wat kan ik mij voorstellen aan huizen een juwelier zijn? Juwelier en hij, dat wil zeggen, wij hebben geen etalage meer. Want dat vroeger wel, tijdens de coronacrisis hebben we een andere weg ingeslagen. Juwelier zijn aan huis. In het begin was dat uiteraard een heel groot vraagteken. Wat gaat dat geven? Maar het is eigenlijk privéverkoop. We gaan echt één op één gaan spelen. Oftewel komen de klanten naar ons thuis. Of als het gemakkelijker is voor hun, doen we de omgekeerde weg. Maar als nog het een nog het ander kan, dan kunnen we altijd samenkomen op een afgesproken bureauruimte bijvoorbeeld. De juwelen, er zijn zoveel soorten. Hoe gaat het in zijn werking? Want je kan toch niet alle soorten juwelen meenemen of bepaalde zaken toch niet? Nee, klopt. Omdat we geen etalage hebben, gaan we eerst gaan luisteren welk type juweel wensen ze. En aan de hand van die informatie die we krijgen, aan de hand van een telefoongesprek of foto's die we krijgen, via mail, hebben we al een enorm goed idee. En we gaan ook gaan kijken budgetair. En dan kunnen we ervoor zorgen dat voor elk budget kunnen we een passend juweel laten maken. Een juweel, er zijn zoveel soorten, maar is het ook mogelijk om een exclusief juweel te krijgen? Ik wil iets anders of hetgeen dat je eventueel mee hebt. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk de weg waar we hebben willen inslaan. Het is niet meer de juwelier die gaat kiezen. En uiteindelijk wil de juwelier die juweel dan ook verkopen. Nee, we gaan het op een andere manier doen. We gaan eerst goed gaan luisteren. En als de klant zegt, ik wil een uniek juweel, maar dat we niet direct de zaken bij ons hebben, in ons vast assortiment, dan gaan we aan de slag en dan tekenen we het juweel ook uit en dan nemen we de personen in het verhaal mee stap voor stap en op het einde van de rit doet zoveel deugd om een uniek juweel te kunnen overhangen. We hebben het nu toch over uniek. Wat is zo het uniekste of het zotste idee dat heeft iemand gevraagd? Er zijn eigenlijk geen zotte ideeën. Ons vak biedt zoveel opportuniteiten. We werken niet met een vast stramien, maar ons programma voor de juwelen uit te gaan tekenen. Edwin, daar kan je eigenlijk bijna alles uit. Wat ervaar je nu zelf dat je bij de mensen nu kunt gaan? Tijd is een belangrijk iets. Ik breng hun extra tijd. Ze zitten thuis. Ze moeten niet meer al hun hebben en houden bij elkaar gaan rapen of een volledig plan gaan organiseren van kinderen weg, want wij moeten een juweel gaan uitkiezen. We worden ook niet meer gestoord, want als je zit in de winkel, dan wordt je aangebaald. Je wordt ook gestoord. De hete adem van andere klanten, dat wordt je ook niet meer gewaar. En in alle rust en in alle sereniteit vooral, kunnen we verder werken aan een ideaal juweel.